Ik heb de afgelopen 3 decennia vele hectoliters stront over me heen gekregen. Ik ben beschimpt, beschuldigd, uitgejouwd, gediscrimineerd, gestraft voor het innemen van standpunten die men niet opportun vond. Wel, het heeft er mij niet van weerhouden van het nog te doen. En ik zal het blijven doen, alweer tot mijn laatste snik. Want ik vind dat nu eenmaal de rol van de beroepsintellectueel, de deskundige in een samenleving, is niet praten naar de macht, maar in relatie tot de macht. En die relatie hoeft geen vriendschappelijke relatie te zijn.